Het is kerstmis in de koekhandel. Maar eigenlijk is het altijd kerstmis in deze rio. Want deze rio staat vol met allemaal pakjes. En welk pakje je ook kiest, er zit altijd hetzelfde in. Diabetes type 2. Ik ben Lucas Lely, dit is Standaard Koekhandel. Ik sta hier bij Jonas Schernaert in de koekenrio. Dankjewel om af te komen. Met veel plezier. Mag ik ook beginnen met u een prettige kerst te wensen. Voor jou ook, nieuwjaar. Lucas. Dat is een prachtig thema. Zeker, ik heb er niet aan gedacht. Voor mijn auto's, dat is niet erg. Nee, dat staat een beetje... Kijk, ik zie dat nu. Ja? Dat is gewoon deel van de reportage dat ik die dicht ga doen. Zonder al te veel aandacht ook. Oké, okay, dat is mooi. Dat is mooi. Dat is beter. Is het echt nu? Ja, dat is dicht. Goed. Kijk, dan is het nu tijd voor naar de koek te gaan die je gekozen hebt. Ja. Nu, eerst is er altijd nog een weetje over koeken. Ik zat erop te wachten. Nu ook, voor de laatste keer. Oké. Okay. Het weetje over koeken. Okay. Een jachtluipaard of cheetah kan een topsnelheid bereiken van wel 120 km per uur. Ik heb echt gewoon geen weetjes meer over koeken. Het is gewoon op. Ah, ik ging het juist vragen, want ik vind het op zich een goed weetje, maar het viel mij op dat het niet over koeken ging. Maar de meeste dingen zijn blijkbaar al geweten over dat. Ah, oké. Okay. Ja. Het is dat hij loopt naar de koek, dan is het koeken gerelateerd. Ja. Jammer. Maar Jonas, welke koek heb jij gekozen? Ik heb gekozen voor de koek Marsepino. De Marsepino, die ligt hier. In de rayon, in de buurt zelfs, voilà, hier is hij. De Marsepino, kijk, dat is het. Hier hebben we hem. En waarom heb je deze koek gekozen, Jonas? Wel, Lucas, ik ga dat goed opbouwen. Hè. Ja, dat is goed. Het valt je misschien op dat ik er een beetje moe uitzie. Ik ging het juist zeggen. Ja, dat komt omdat ik deze nacht om 10 na 1 de uitvinder van de Marsepino gaan halen ben aan het Sint-Pieterstation in Gent. Oké. Okay. Om die naar huis te brengen. Oké. Okay. Wauw, de uitvinder, Jonas. Ja, dus die koek kent is dus de uitvinder. In de jaren 80 uitgevonden door een persoon. Ja. En die is vannacht teruggekomen uit vakantie in Spanje. Ja. En die is? Dat is mijn vader. Uw vader? Voilà. Goed opgebouwd. Het is mooi, dat is mooi. Ik heb een beetje geholpen ook. Van, maar ik heb niet gezegd van, mijn papa heeft die uitgevonden. Dat is goed. Wauw, een uitvinder en een nachtelijke auto. Dat is goed. Dat is een beetje content creëren. Ja, voilà, fantastisch. Uw vader heeft een koek uitgevonden, een koek gemaakt. Dat lijkt me fantastisch als kind dat je... Mijn papa heeft een koek gemaakt. Ja. Och, voor ons was dat heel normaal. Ja, dat is mooi. Ja, mijn pa die werkt bij Lotus. Hij heeft heel zijn professionele carrière bij Lotus gewerkt. Hij is nu sinds een paar jaar met pensioen. Ja. En in de jaren 80, begin jaren 90, was hij verantwoordelijk voor het introduceren van nieuwe producten. Okay. En dat was ofwel een koek uitvinden, ofwel uit het buitenland een succeskoek overkoop, een beetje gelijk in de voetbal. De inspiratie voor de koek kwam van een nichtje van ons. Ja. Lieve heet die, en die was toen nog klein. En die had een keer tegen mijn papa gezegd, dat ging dan over koeken, en die had gezegd van, oh, ik lust zo graag marsepein en ook chocolade. Die eet dan graag zo zachte koeken, niet dingen die te hard zijn. En dan is mijn vader met die gegevens aan de slag gegaan. En ik denk dat ze dan in de fabriek zelf een paar testjes gebakken hebben. Hè. Dus uiteraard nog niet op... fabrieksniveau, maar een paar van die experimenten gedaan. Een keer proeven. Ja, en wij waren vaak proefkonijnen. Dus is ook de eerste geweest die de marsepino hebben geproefd? Ik zal zeker een van de eerste geweest zijn. Maar die heette... een weetje over koeken. Je had het gemist. Dankjewel. Toch nog. De marsepino, die heet nog maar een paar jaar marsepino. En daarvoor heette die bimbo. Bimbo? Bimbo. Okay. Wat dat Engels is voor... Vrouw van lichte zeden, iemand die graag een keer... Speel je dat mee in de naamsverandering? Ja. Dat is mooi. Ja. Marsepino, ik snap het wel. Is dat dan een soort van... ik weet niet of je dat weet, maar was dat dan voor je pa spannend ook? Van, slaat hij aan? Is dat iets dat... is dat eigenlijk een cd dat je in de winkel legt? Ik denk dat dat op zich niet veel verschilt. Ik denk dat dat ook voor mijn pa spannend is geweest. Van, je vindt iets nieuw uit en je gaat dat succes hebben of niet. Trouwens, een oproep ook naar de kijkers. De marsepino is een bedreigde koeksoort. Namelijk, de populariteit is al jaren dalende. Okay. En dat komt omdat het vooral een oubommakeskoek is. Ja. Het is niet dat de jeugd zo heel hard oploopt met vettige koeken vol marsepein. De mokka brengt het natuurlijk ook naar een ouder segment, denk ik dan misschien. Ja. Dus een oproep marsepino, hè, mensen. Ja. Zeker. Ik ben heel benieuwd. Ik ga eerst zeggen, ik ga ook ontmaagd worden nu. Okay. Het is de eerste keer dat ik heb die nog niet geproefd eigenlijk. Oké, okay. Dus spannend. Ik ben klaar om hem te leren kennen. Ja. Even open doen. Alsjeblieft. Dankjewel. Dus marsepein, chocolade, inderdaad. Cakeje erin? Een luchtig cakeje erin. En tussen het cakeje en de... marsepein zit een mokka-vulling. Mokka-vulling. Dat zullen we straks laten zien. Oké.
recept is de mokka. Het is heel lekker. Ik vind zelfs de mokka... Ik ben op zich niet zo'n mokka van, maar ik vind dat het zelf niet zo door smaakt. Nee. Het vult elkaar aan als één homogene, luchtige smaak. Ik zeg dat niet omdat ik hiernaast mee staat. Ik durf kritiek geven op koeken. Oké, mooi. Maar ik ben blij dat je het lust. Een vaak gemaakte beginnersfout bij marsepino's is dat mensen dat out of the blue beginnen vergelijken met mergpijpjes. Ja. Ik weet niet of je mergpijpjes kan. Ik zie nu achter u. Wel, voilà. Zie ik ze staan. Doe dat alstublieft nooit in mijn buurt. Dat vergelijken met dat. Dat is gelijk dat je een Lamborghini vergelijkt met een kapotte Felix waar een dode duif in. Dat heeft niks met elkaar te maken. Oké, dat is goed. Van heel ver ziet het er een beetje hetzelfde uit. Een beetje, maar inderdaad, je ziet meteen dat het het superieur product is. Ja, zeker weet. Ja. Oké, fantastisch. En dat wordt... Upa heeft het dus uitgevonden. Ja. In de fabriek. Ja. Trouwens. Lucas, als je graag eens zou willen zien hoe die koeken gemaakt worden, dat is iets dat ingebouwd zit in elk... Ik moet wel een nieuw pak hebben. In elk nieuw pak marsepino's. Oké, als je daar dichtbij gaat staan en je zegt Floem Flam Flino en dan de naam van de koek, dan ga je automatisch naar de fabriek. Naar de fabriek waar het gemaakt wordt? Ja, doe maar. Floem Flam Flino marsepino. Ja, dat was een grapje. Eigenlijk moet je de pak gewoon drie keer rond zijn afdraaien. Ah, oké, goed, ja. Oh. Wauw, de koekjesfabriek. We staan in de productielijn van de marsepino. Waar dat gemaakt wordt. Ja. Fantastisch zeg. Zot, magie. Hè? Ja. Ik zie wel dat je magiegewijs een andere trui aan hebt dan vorige keer. Ja. Dan, ik was dat vergeten. Ja, nee, dat was, ligt aan de teleportatie waarschijnlijk. Geen probleem. Normaal gezien staat er iemand klaar die ons gaat rondleiden. Ik ben heel benieuwd om het te zien dat dat gemaakt wordt. Hier gaan we. Je hoort ze hier bijna roepen naar de koek. Is dit de meest verse koek die je ooit gegeten hebt? Ik heb nog nooit een verse koek gegeten als dit. Top! Ah. Voilà. Zo wordt dat gemaakt. Interessant. Ja. Ik wist ook niet dat dat bestond, een baardnetje. Dat is ook nieuwe kennis voor mij. Dus ja, stijlvol en heel kerstachtig. Dat klopt, in thema. Helemaal. Terug naar de koekhandel nu? Ja, terug naar de koekhandel. Om terug te keren is het wel niet met... omdraaien, maar is het wel de spreuk Floem Flam Flino en de naam van het koek. Ah, like, oké. Dus, en dicht genoeg tegen... Ja. Floem Flam Flino Marsepino. Ik vind dat grappig dat je er blijft in trappen. Ah ja. Zijn we weg? Allee. Oh. We zijn terug in de koekhandel. Mai. Waar zijn de koeken naartoe? Die zijn verdwenen. Je kunt dat maar twee keer doen met een pak en dan verdwijnt. Weg. Ja. Ze kunnen veel, maar nog niet alles. Ze nadoen, maar toch nog altijd leuk wat je ermee kan doen. Ja. Dat was fantastisch. Dat was eigenlijk een beetje kerstmagie, toch? Hè? Ja, ik vond zeker. Het ook. Dus mag ik je enorm bedanken om hier te komen. Heel graag en je koek voor te stellen. Met plezier. En tot de volgende keer. Ja, ook jullie, bedankt voor het kijken. Dag. Ciao. Ziezo, dames en heren. Dat was het voor Standaard Koekhandel. Ik ben veel verdikt de voorbije weken, dus ik moet op dieet en ik moet jammer genoeg afscheid nemen van deze prachtige rayon. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegeholpen, te gast is geweest, heeft gekeken en tot de volgende keer misschien. Thank you.
Even een leeuw meepakken, kwestie van onderweg.